Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op het kanaal van Fox Rage. Allereerst wil ik jullie fantastische feestdagen en een mooi 2022 toewensen. Waarschijnlijk zit je nu lekker bij de kachel te genieten van de dagen voor kerstmis. Ik ben dat ook aan het doen, maar als ik heel eerlijk ben ga ik toch liever vissen. Dus ik pak mijn kerstversiering uit de boom en we gaan lekker naar de waterkant. Nou, daar zijn we dan met onze kerstversiering. We zijn op dit moment in de polder van het Groene Hart. En we gaan vandaag vissen op snoek met spinnenbaits. Kunstaas dat met name in de zomermaanden enorm effectief is. Maar ik ga jullie vandaag laten zien dat het ook zeker, nu we wat later in het jaar zitten, enorm effectief kan zijn. Hoppa! Nou, de kop is eraf. Het is geen grote. Ik haalde eigenlijk net die spinnenbeet uit de kerstboom. Derde worp. Klein poldervisje. Mag weer lekker zwemmen. Het zou leuk zijn als ik er nou in donder, hè? Ik zal wat dieper ingaan op waar we vandaag nou precies mee vissen. Het zijn spinnenbaits. Ik heb er vier verschillende meegenomen. Eentje van Fox Rage. En drie van Strike King. Dit is de KVD spinnenbait. Ik heb hier de Premier Pro spinnenbait. En hier de Hack Attack spinnenbait. En zo'n spinnenbait ziet er misschien een beetje vreemd uit. Het is eigenlijk niet meer dan een stuk staaldraad dat in een hoek is gebogen. Met aan het uiteinde, aan de bovenkant, twee spinnenbladen. Je hebt ze ook met één spinnenblad of met drie. Deze hebben er allemaal twee. Aan de andere kant van het uiteinde zit een loodkop. Die zorgt ervoor dat de spinnenbeet mooi recht door het water loopt. En daaronder zit een skirt die de enkele haak beschermt. We vissen vandaag in de polder. Het is hier niet zo heel erg diep. Een centimeter of 50 tot misschien een meter in het midden. En dan vis ik het liefst met loodgewichten van een gram of 15, 20. Dat is ruim voldoende voor hier. Veel spinnenbeets hebben hier aan het uiteinde een open verbinding waar je de speld aan hangt. Ik vis vandaag met best wel stevige onderlijn, een vrij grote speld. En om te voorkomen dat die speld over die spinnenbeet heen gaat schuiven, bevestig ik eerst een splitringetje voordat ik mijn speld eraan maak. Dan kan die geen kant meer op.
is maar goed dat ik in mijn vorige leven acrobaat ben geweest. Een spinnerbeetvis is super eenvoudig binnen. Je werpt uit en je kunt direct beginnen met binnendraaien. Doe het niet te snel, zo zorg je ervoor dat de spinnerbeet mooi recht door het water blijft lopen. Als je de spinnerbeet langzamer vist, loopt hij automatisch wat dieper. Ja, hangen. Tweede poldervisje. Nog niet echt de grote waar we naar op zoek zijn. Maar ik ben er niet minder blij om. Ik was juist even gewisseld naar een wat fellere spinnenbeet. Wat zwaarder ook, met een groter blad. En een shed als trailer. Ik denk misschien even net dat het net iets beter opvalt in het bruine polderwater. En nee, dat lijkt te werken. Dus daar ga ik nog even mee door. Hoppa. De spinnenbeet heeft een unieke vorm en is speciaal ontwikkeld voor het vissen in water met veel planten. Een groot voordeel van de spinnerbeet is namelijk dat je er weinig mee vastzit. Je kunt de spinnerbeet gewoon door de planten heen trekken, omdat ze planten vaak opzij duwen. Omdat je hem gemakkelijk door de planten kunt vissen, is dit kunstvaas met name in de zomer razend populair. Vissen nu later in het jaar en de planten zijn al flink aan het afsterven. Het water is aan het afkoelen en de visserij is traag. Dat matcht niet met kunstvaas dat je snel moet binnenvissen en daar is een spinnerbeet erg geschikt voor. En zoals je misschien wel had gezien, trek ik mijn kunstaas niet gelijk uit het water als ik bij de kant ben. Dat doe ik om mijn eventuele volger nog even te verleiden dat hij toehapt. Ik heb al vaak zat gehad dat ik dan zo'n spinnenbeet mooi naar me toe zie komen. Dat ik hem uit het water trek en dat ik dan een kolk zie of een snoek weg zie draaien. Terwijl als ik mijn kunstaas niet gelijk uit het water had getrokken, had ik hem misschien wel kunnen vangen. Dus ik probeer altijd, als ik bij de kant ben, eventjes een bochtje te maken voordat ik de volgende worp doe. Wanneer ik in de polder vis om op snoek te vissen, is dat meestal voor een paar uurtjes. Ik vind het fijn dat je voor de poldervisserij weinig materiaal nodig hebt. Ik heb vandaag ook niet veel bij me. Een schepnet, een schoudertas met een onthaaktang en een onthaakmatje. In mijn schoudertas zit vandaag een tacklebox met spinnerbaits.
Nou, een spinnenbeet heeft natuurlijk maar één haak. Dat is fijn met onthaken en je pakt weinig vuil. Maar op een dag als vandaag merk ik ook wel dat de aanbeten die zijn wat voorzichtiger. En ik heb nu twee snoeken hier gemist. Dus wat ik ga doen is ik ga een extra haak erop zetten, een trailerhaak. En dat is eigenlijk niet meer dan een spinnenbeethaak met een stukje siliconenslang om het oogje. En die monteren we heel eenvoudig eraan vast. En dan hebben we twee haken. Op die trailerhaak bevestig ik dan nog een extra softbait. In dit geval een Rage Tail van Strike King. Voor net een beetje extra attractie. Derde snoekje op de spinnenbeet. Ik ben er blij mee, maar ik hoop wel dat hij zijn moeder even gaat halen. Deze mag weer terug. Hoppakee. Nou, we zetten net dat kleine snoekje terug. Ik zei nog tegen hem, hou je moeder maar. En dat heeft hij gedaan. Vlak voor mijn voeten schoof deze hartstikke mooie poldersnoek op die spinnenbeet. Geweldig. Maak even een fotootje en dan zetten we hem terug. Daar gaat ze. Hopelijk vangen we er nog zo eentje op de spinnenbeet. Hij doet het goed, de spinnenbeet. We zetten net die mooie snoek terug. En we gaan nu eerst even zelf wat eten. En dan gaan we nog een stukje verder op kijken. Om te kijken of we er nog een paar kunnen vangen.
Mijn moeder is altijd bang dat ik niet goed voor mezelf zorg als ik aan het vissen ben. Nou ma, je ziet het. Kom helemaal goed. Nou, we hebben even lekker wat gegeten. We zijn nu het volgende stukje polder aanbeland. We hebben niet heel veel tijd meer. Maar ik hoop dat we hier nog een mooie snoek kunnen vangen op de spinnenbeet. Het zou toch even leuk zijn. Nog een reden waarom ik graag met spinnenbeet in de polder vis. In de polder staan vaak de gemalen te pompen als het een langere periode geregend heeft. Hierdoor kan het water soms bruin zijn. Spinnenbeet veroorzaakt heel veel trillingen en schitteringen in het water en valt supergoed op. Snoek is toch een zichtjager. Zo, hij is glad. Voor het vissen met spinnerbaits vis ik graag met de Fox Rage Prism X Pikecast. Een hengel van 2,30 meter met een werpgewicht van 40 tot 120 gram. Deze hengel biedt voldoende power om de spinnerbaits weg te zetten en heeft een sterke body om aan te slaan met de enkele haak en om de spinnerbait door de planten heen te kunnen trekken. Op deze hengel zit een sterke reel met een goede slip, de Super Duty GX3. Mocht er nou iemand nog een tip hebben om te voorkomen dat dit gebeurt, laat die dan ook even achter in de reacties. De beste tip krijgt van mij een spinnenbeet opgestuurd. Nou, de stek die we na de lunch in gedachten hadden, niet helemaal uitgepakt zoals ik had gehoopt. Het begint ook donker te worden, dus we gaan er een eind aan breien. Stiekem vind ik dat niet heel erg. Ik vind het ook wel lekker om terug te gaan naar de kerstboom waar ik vanmorgen de dag begonnen ben. Vond je dit een leuke video? Vergeet dan niet te liken. En heb je een vraag over het vissen met spinnerbaits? Of over de spullen waar ik vandaag mee vis. Stel hem dan in de comments. En dan probeer ik of mijn collega's van Fox Rage daar op te reageren. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.